Ik ben Linda Hermans. Ik heb een eigen ontwerpstudio hier in Houthalen. Ik werk voor bedrijven, maar ook voor steden en organisaties. Ik werk aan scenografieën voor expos, maar ben ook bezig met eigen werk, vrij werk. Welkom hier. Ik zou de vraag eerder omdraaien. Ik ben wie ik ben en daarom ben ik ontwerper geworden. Ik ben creatief, ik ben nieuwsgierig, ik heb graag een nieuwe uitdaging om de zoveel tijd. Maar ik ben ook functioneel en ik kan goed knopen doorhakken. Dus ik denk dat dat allemaal eigenschappen zijn die je als ontwerper moet hebben. Overal uit eigenlijk. De alledaagse dingen, rommelmarkten doe ik heel graag, oud-nieuw combineren. Maar ook de mensen die je tegenkomt, de verhalen die je hoort, tijdschriften, boeken, kunstwerken, expos. Eigenlijk denk ik dat ik intuïtief werk, buikgevoel is belangrijk. Dus als ik een vraag of een opdracht krijg, soms gaat dat snel, soms duurt dat wat langer. Maar ja, als alles in de plooi valt, dan weet je dat het goed zit en dat is het buikgevoel. Ja, dat was wel heel confronterend eigenlijk. De eerste keer dat ik daar aankwam, dat was vlak nadat de laatste gedetineerde daar vertrokken was. Dus daar waren nog heel wat sporen zichtbaar. Daar stonden nog meubels, daar hingen nog dingen tegen de muren, daar stonden zelfs nog etensresten. Dus dan voel je dat ook heel sterk, dat isolement, die eenzaamheid. Het was heel kil allemaal, geen licht bijna. We hebben dan ook na het beluisteren van een aantal interviews met de gedetineerden, voorgesteld om 14 cellen in te richten, vertrekkende van een gevoel van de gedetineerde. Dus spijt, bezinning, hoop, wanhoop, angst ook. Zo hadden we 14 thema's en op die manier hebben we het ingericht. Ja, dat blijft zeker hangen. Vooral omdat je dat kunt combineren met die getuigenissen van de gedetineerden eigenlijk. De eerste stage die ik gedaan heb was bij Lee Edelkoort in Parijs. Daar heb ik geleerd dat het knippen en plakken zo wel op de juiste manier, het moet proper en netjes zijn, maar dat zeker zo goed is als altijd de juiste tekening of een rendering hebben. Het geeft meer de sfeer over. Het geeft uw eigenheid aan uw werk en dat heb ik eigenlijk onthouden daar. Nu bij Jorge Pensi. Ja, dat was eigenlijk een hele aangename, rustige man. Een hele fijne studio ook. Nu, daar werd gewerkt van 9 tot 5, dus geen overuren. Ik vond dat wel speciaal in zo'n grote studio. Maar ik heb dat misschien meegenomen ook in mijn leven nu. Ik probeer ook te werken van 8:30 tot 5. Dat gaat ook niet anders met mijn gezin. Maar ja, dat kan dus. En dat is ook fijn om te weten dat ook zo'n grote studio eigenlijk op die manier werkt. En dan bij Piet Stokmans is mijn leraar op school geweest en promotor. Ik heb daar dan stage mogen doen en die heeft mij toch wel heel wat zelfvertrouwen gegeven op die moment. Want in zo'n atelier stage lopen, dat was eigenlijk fantastisch. Piet, zijn leuzen is volgens mij gewoon doordoen en gaan. En dat is fantastisch hè, als je dat kunt doen, ook nu nog. Altijd met veel goesting in een nieuwe opdracht stappen. En we kijken wel waar ons dat brengt. Ik heb eigenlijk zowel twee uiteenlopende projecten. De eerste is hier eigenlijk de chaise longue die ik 20 jaar geleden ontworpen heb. Ik kwam net van school, ik kreeg de kans om voor een metaalbedrijfje een ontwerp te maken. Het zijn heel pure materialen, een eenvoudige manier van samenstellen, maar een tijdloos ontwerp. Ik vind hem zelf nog altijd heel mooi en we zijn op dit moment eigenlijk aan het werken om er ook 20 opnieuw uit te geven. Een tweede project is de glasramen van Aan het Vinkenhof. Dat is een bejaardentehuis hier in Houthalen. Waar ik de vraag kreeg om met de glasramen van de oude kapel een nieuw ontwerp te maken buiten aan de gebouwen. We hebben daar dan vlaggen mee gemaakt die draaien in de wind.
Vijf vlaggen staan aan de voorkant, vijf aan de achterkant van het gebouw. En zowel de bewoners als de bezoekers kunnen er eigenlijk van genieten en zien de zon spelen in die mooie kleuren. Ik vind dat zelf een heel tof voorbeeld van ja, oud en nieuw samen gecombineerd in een nieuw ontwerp. De prijs winnen is heel fijn. Ja, daar krijg je meer zelfvertrouwen van. Maar niet alleen voor jezelf is dat goed, ook voor de klanten. Die zien dat je eigenlijk ja, goed bezig bent. En ja, dat zorgt ervoor dat het vertrouwen er vlugger is naar de klanten toe. Ja, dat gaat automatisch, denk ik, door dicht bij mezelf te blijven. Tikkels niet te moeilijk te maken, logisch denken. Af en toe een beetje gekheid of wat humor erbij. Dat moet zo. Maar al bij al sta ik daar niet al te veel bij stil, denk ik. Ja, dat is gemakkelijk, de natuur. Als er niks anders zou mogen zijn, moeten we het met de natuur doen en dan gebruiken we pure materialen. Ik ben niet zo goed in het onthouden van namen of ik onthoud eerder de dingen in beelden. Dus, maar er zijn altijd wel zo wat zaken, gelijk een onderdeeltje ontwerpen voor een tuin van Piet Oedolf of een scenografie voor Sidi Larbi. Ik heb nog wel een ontwerp voor Val Saint-Lambert in de laai liggen, als die nog bestaan. Ik zou heel graag nog eens een bril ontwerpen. Met een groep ontwerpers in het buitenland een stad in een nieuw kleedje steken. Dus mogelijkheden genoeg voor de toekomst.